Brainport heeft vandaag een zogenaamd fablab in het Summa College aan de Frederiklaan geopend. In dat fablab kunnen technische starters, ondernemers, techniekstudenten en designers gebruik maken van machines en de kennis van anderen. Bij de opening werd er dus geen lintje geknipt, maar een sleutel voor de deur geprint. De bezoekers hoeven straks alleen te betalen voor de materialen, maar dan moeten ze wel hun kennis delen. Volgens het bestuur van het Summa College biedt het fablab dan ook kansen voor alle techniekstudenten. Wat je ziet is dat eigenlijk ook het universitair onderwijs en het hbo-onderwijs, iedereen heeft eigenlijk in het verleden in hun eigen machinerie en eigen spullen geïnvesteerd. En wat dat betreft moeten we elkaar ook steeds meer opzoeken. Dat is ook een reden geweest waarom wij bij de Technische Universiteit in mei daar ook een aparte school van ons gaan openen. Om ook op dat gebied weer samen met Fontys en de universiteit samen te werken. En ook hier creëren we weer, ook voor hbo-studenten, een prima omgeving. En dan hoeven we dat niet op een heleboel verschillende plekken te doen, maar dan concentreren we dat op één plek. En dan doen we dat met meerdere kennisinstellingen. En de leerlingen van de techniekopleiding van het Summa College zijn ondertussen al druk aan de slag met hun eerste technische modellen. Hier kan eigenlijk de modellen mee maken voor als je straks bijvoorbeeld iets wil printen. Kan hier het model in tekenen, kan er eigenlijk ook op de grof basis al zien hoe het eigenlijk moet worden in ieder geval. En dan kan er eigenlijk al gaan kijken of dat wel past in ieder geval. Dat je niet doelloos eigenlijk zomaar iets gaat printen. Het is wel leuk om dat je je eigen dingen die je als prototype wilt maken, bijvoorbeeld hier kunt laten maken. En dat is dan gewoon ideaal om dat met een 3D-printer te doen. Maar het woord fablab zorgt bij de jongeren toch voor een ongemakkelijke situatie waar ze liever niet op willen reageren. Ik persoonlijk had het anders genoemd, maar het kan ermee door. Ja, het is eigenlijk wel echt omdat het al over de hele wereld is. Hè. Dus daarom is het echt dat het hier nou ook fablab is. Maar mijn voorkeur gaat er niet naar uit. Ja, maar Detail. Dus ja, dat is. Maar ja. Je moet er meer leven, zullen ze zeggen. Want het eerste wat in hun opkomt bij het woord fablab is masturberen. Maar de oudere generatie heeft daar vaak geen idee van. Nee. Maar het beestje moet een naam hebben. Het is natuurlijk een samenwerkingsverband. Hè? En wat dat betreft denk ik, zoals het zo vaak gaat, fablab verbonden straks met het techlab. Ik denk dat studenten alleen maar meer een bedrijfsmatige omgeving zullen zien. En enthousiast raken om in dit werkveld aan het werk te gaan. En daar moeten we dan maar op vertrouwen, want het fablab in Eindhoven is niet de eerste. Wereldwijd zijn er al 240 fablabs, waarvan 14 in Nederland.